Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki kondigt sneltest COVID-19 aan. Donatie COVID-artikelen aan minister Bibis. Reportage over bezoek presidentiële delegatie aan Kusungurunu. First Lady Santokki Sinasheri ontvangt donatie. Gemeenschap moet samenscholingsverbod niet overtreden. Binnen niet al te lange tijd zal de sneltest voor het detecteren van het COVID-19-virus operationeel zijn. Naar verwachting zal deze aan het begin van de volgende maand mogelijk zijn. Dit zei president Chandrika Prasad Santokki tijdens zijn recente COVID-19-TV-toespraak. Het staatshoofd ging verder in op zaken als de vluchten uit Nederland. Vaststaat dat de eerder genomen maatregelen van de regering van kracht blijven. Landgenoten. Ik condoleer mede namens de regering elke burger die een naaste heeft verloren aan COVID-19. We zijn ervan bewust dat de COVID-19-pandemie ontwrichting brengt in de samenleving. Maatschappelijk, maar ook sociaal-economisch. Wij werken hard aan het inzetten van de nodige middelen die verlichtend kunnen werken. Steun wordt gegeven waar dat nodig is en doelmatig is. Vooralsnog wordt die steun gegeven in de vorm van pakketten. Maar we zullen spoedig overgaan naar een systeem waarin de burger meer keuzevrijheid heeft. De bestrijding van armoede in de samenleving blijft onze prioriteit. Naar verwachting zal aan het begin van de volgende maand een sneltest operationeel zijn. Hierdoor kunnen we binnen 20 minuten, binnen 20 minuten, de uitslag van een COVID-19-test hebben. Deze sneltesten kunnen eventueel op de luchthavens worden ingezet in het kader van verdere normalisatie. Volk van Suriname, de regering zal continu blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn. We blijven bijstellen in hoeverre het mogelijk en verantwoord is om de maatregelen te verlichten of dat het juist noodzakelijk is om de maatregelen te verscherpen. Hierbij zoeken we steeds balans tussen enerzijds het belang van de bescherming van de volksgezondheid en anderzijds het sociaal-economisch belang en het voorkomen van armoede in de samenleving. Vanwege de toename aan besmettingen in Nederland is het personenverkeer met Nederland verder beperkt. Personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard. In al deze gevallen kan reizen uitsluitend nadat desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde Surinaamse autoriteiten. Zulks na overlegging van een negatieve real-time PCR-test van maximaal 72 uur oud en 10 dagen quarantaine volgens de voorschriften van de minister van Volksgezondheid. De precieze voorschriften zult u krijgen nadat u toestemming heeft gekregen om af te reizen. Ten aanzien van de handhaving, er is een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105. De Chinese ambassadeur in ons land, Li Quan, heeft al minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking een partij artikelen overhandigd. Deze kunnen ingezet worden in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. De overhandiging vond op vrijdag 9 oktober 2020 plaats. Zoals ik zei, dit is de zoveelste keer dat ze een overhandiging doen. En het is belangrijk omdat dit zijn producten die we weggooien.
na gebruik. Dus het zijn geen zaken die je kunt wassen of een paar maanden lang kunt gebruiken. Dus er ontstaat automatisch van tijd tot tijd een noodzaak om deze goederen te hebben. Dus met deze nieuwe bestending, zeg maar, zullen we weer de ziekenhuizen kunnen voorzien. Maar ook individuen, de zorg zelf, de medici, de verpleegsters en anderen. Ik moet ook wel erbij vermelden dat deze overhandiging vooraf is gegaan door een gesprek met China, met de Volksrepubliek China, om te praten over de relatie met Suriname. Met name over de projecten die gaande zijn. We hebben in de afgelopen weken een evaluatie gemaakt van de verschillende projecten welke China tot nu toe heeft uitgevoerd. Die zullen voortgaan, dat is bevestigd. Wij zullen nagaan op welke wijze we daar verder mee omgaan in termen van prioriteitszetting. Want u begrijpt, er is zoveel aan de gang, maar de middelen van Suriname om, zeg maar, leningen te betalen zijn beperkt. Dus we moeten voorzichtig zijn en op een verantwoordelijke manier omgaan met de gelden die we krijgen. Elke keer dat we een project uitvoeren, betekent dat het schuldenplafond toeneemt. En we hebben daar bepaalde limieten, zijn daaraan verbonden. Maar daarnaast hebben we gesproken ook over het politieke dialoog. Er zijn belangrijke internationale ontwikkelingen die plaatsvinden. Met name nu in het kader van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. Die zijn nu gaande. En in dat verband is het goed als er overleg is tussen partners om te kijken hoe we elkaar kunnen steunen. En wij kijken uit naar een moment waarbij de culturele samenwerking tussen de beide landen ook versterkt kan worden. Vanwege COVID-19 is dat niet mogelijk. En wij hopen dat in 2021 weer de culturele, educatieve samenwerking, naast al die economische projecten en die infrastructurele projecten die er zijn, dat die ook op gang kunnen komen. Dat is de inhoud die we geven aan belangrijke relaties die ons land onderhoudt met de wereld. Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi is warm onthaald in het dorp Pusugrunu. Naast de president maken vice-president Ronnie Brunswijk, DNA-voorzitter Marinus B. en enkele ministers deel uit van de delegatie die een bezoek aflegt aan het Matawai-gebied. Het district Sipaliwini is het zesde district dat bezocht is geworden door de regeringsdelegatie. Bonjour ensemble. De minister, assembléeleden, voorzitter van de assemblée, VP en president van Conde de Kon. En ik denk dat ik ook een delegatie voor Sanan, een delegatie naar Ladea. Na de voet in de dag, dat is goed.
Ik heb een bezoek van Ghana. Nanga Liba. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, president. En een handel voor Mazaragado. Ja, president. En lek waar we zingen in een volkslied. Ja, president. En dat maakt hoe de coalitie. Ja, president. En we zorgen dat Assansa we zingen in een volkslied. Ja, president. Dat Amus komt tot uiting toe en alle Assansa we doen. Zo heb je president. En lek waar we zingen. Ja, president. Once obe tata kmopo. Ja, president. We moeten die andere boom. Inderdaad, president. Dan gaat het woord toe, dan gaat het zeggen. Ja, president. Ons sluit af, dan krijg je wel eens. Ja, president. Grand tangi, Baja. Ja, president. Grand tangi, grandma. Grand tangi, alle ja, respect. Ja, one more. Why is it that en mille grammes, tu dis, mais au pas vergadre. Waba bribi, dati, sanogo bon. Nou, een historisch moment, we attaquen et on lazy. Bijvoorbeeld, tu dis, mais bon, petit aki, odro, osso d'appel. Agrontori fubuscondre. Agrontori fubuscondre. Mi hope dat Allah so passe cette periode. In de geschiedenis van VAP, onder leiding van de voorzitter van meneer Santoki, presteren 20 zetel. En dat is pas zo, dat is van mijn familie. Hou me samen zo tot twee. Maar bij de commissaris is het ook toe. Dus als Sabi Sanifu akonde, als Sabi Fafu Taken als Libisama, als Sabi Fafu Chai Sama. En dan heb je voor district ook toe. Die fase is hier. En mijn breedte dat die. Die heb ik wat beskonden. Wat ben je zeggen? Die hangen die tabiki. Die kerel. Dat is dan. Zij pas aan je konden. Ja, baby. Ik go zo. VAP. Ik go zo. VAP. Dat is het. Wat zijn je pas aan? Je ziet. Maar ga doe beskieven. Potikaba. Wat heb je voor district voor je. Al lady dorp. Tjabakanda betang. Dan aan de bewoner voor de wasko ook toe. Maar gado voor kiezen, aina konde voor jaso, voor tong, at dafui. We kijken of eens met jou naar kwam gam, bigia nagia, opotampo. We kijken maar opotampo. Zijn excellentie, de president van de Republiek Suriname, Massa Chandrika Persat Santoki, naar kwam gam, bigia nagia. Meneer Joker, tangi, sasdombaka. Binnenland, de achterstanden in het binnenland, die moeten allemaal aangepakt worden. Alle achterstanden. Atrapres Parisan is aan schrijven naar Sanfu grondrechten. Baja, via jou, misabdat, anomag, gramang, megia pramizi. We lossen op. We gaan het samen oplossen. We gaan het samen oplossen. Ube sabi dat efoos dong, dat wuroko ou defdu, wuroko ou laibaja. Ma
Abacha, die is zo'n dappen. Daar is je echte, echte probleem. Daar is je dat u tek Abra 4 miljard. En 4 miljoen. En 40 miljoen. En 400 miljoen. 4 miljard. Dat je schrijft aan 9-0. Amerikaan dollar. Schuld. De man liep die uno. Dat want ik. Alla de braden als is aja zo. Op 7000 Amerikaan dollar schuld. Voor pai. Dat de man liep die uno. Baja dat zo een goede kondre. Pe goede de. Go to de. Oli de. Busi de. Fisi de. Diamanti de. Aleisi de. Dat toch u koma poti kondre. U aba moed. U aba vertrouwen. U aba netwerk. U aba internationale contacten. En we rocken 24 uur per dag. Voor los de probleem is op. Mina bakabusi negre, mine pele obiama. Mina bakabusi negre, mine pele sama. Mina bakabusi negre. Goedemorgen. Tondo ang assistant yali. Yasa niya pasa. Saide meke wa gwanju kamoba. Afeche fechanda. Mama wa gwanju kamoba. Afeche fechanda. Mala de nationale de die bent wie ik heb sana manawang, make u take a ding, voor chai u safe in kesana voor sagoffis. Mitapudin. En we aksara kere ook to taka probleem voor wateranga stroom in de gebieden per wetang, voor de kayepunu, want ik heb nu, vooral in bepaalde gebieden, no yabia watra, voor vuil desman om adringing, want trawa yuroko go to anga de sandati. Astro me draai even en kan de 6 euro go even naar Astro. Taki wan moment ook kom per bijna uno tak moro fu Saramakanes. Uno tak moro fu Aukanes. Uno tak moro fu Hindustana. Uno tak moro fu Afro-Surinamer. Wat tak over Sranamang. Met u allemaal snapu en tak 260 jaar. Sang, u fri en afri wogi moro inhoud nee. Mek u feliciteer u srefi. Mek u taki akofu sawe tegi u srefi. Na wan kofu fu ontwikkel akondre srana. Na wan kofu pe teo tak eenhei. Alamam mus malibi vrij in akondre disi. Basia, gaman president. Eto wan lees me feliciteer u mia hode molanga. Mam de seke tak tide arakeren soi. Dat die adea, hoe kan ik naar hier keren dea? A top van konde dea. Maar van kwijt en ik zie hoe ik jou die maar konde ook open. De kiesja parlement voorzitter, de kiesja vicepresident, de kiesja president. Zo pas naar hier top dea. Maar de tama bij FLF kon, want de verdediging was aan passa.
dat hij kon de boeien. Maar bravo de ja, nou als maar voor je durf. Je durf. Doe eens zo'n foto die kan durf. Ayo doen aan een positie voor vice-president. En moet ik aan die zien. Want Abob onder leiding van Masra Ronnie Brunswijk kiesa occasie in 2010. Voor vulla positie voor vice-president. En mijn breed die met jou, ex-vice-president. Welkom Masra Amerali, Sajas Robert Amerali. Maar mino vertera alle de geschiedenis aan Psadap. Maar mij saben. Ik heb toestemming voor Masra Ronnie Brunswijk, voorzitter voor ABOP, vice-president, en ik heb permissie. Dat in een onderhandeling dat ABOP kiest een occasie voor Potwang, maar Ronlik, vice-president. Maar in een onderhandeling aan de vorige regering, en dat is dat hij kiest een signaal toe. Maar om de wang maar Ron. Jere Archibunja, uno hay onderhandelen, en ajaso, dio tak vice-president, accesa metaigen, esa posisi van jou, esa posisi van Abok, esa posisi van Amaron, en sorgo dat je potwa bobaron dape. Dat na afisi a verschil tussen toen en nu. Historia, free, zelfstandigheid, eenheid, en mokar de mekdenapu. A vice-president, Masra Ronnie Brunswijk. En a voorzitter van de Nationale Assemblée, Marines Bey. Leg picking voor Maron. Leg picking voor Zernang. De mij vervullen positie die ze. Onapu. Gidewang. O gidewang. Gidewang. Mister Wala Malano. Feliciteer die totale gemeenschap voor die DACA, die Veeman DACA. En ik hoop dat die boodschap erachter, dat die eenheid voor Bondro Kwawang. Mijn die hier de zon die ta patio nu komt volk, maar mijn kom bij elkaar. Mijn teken die zon die ta tjao kom makanda, nou goku fesi. Mijn solo dat die gebieden voor nu aan die binnenland komt tot ontwikkeling. Mijn die sa zon die ta tjapoi nen daunu, maar mijn luku an ta tjagaan nen daunu, voor sa kwa fesi. Dat je wat ik wil ook samen gaan werken en hoop dat je ook samen gaan werken. Gaan dan niet voor. Een donatie van 4000 mondkapjes en een aantal t-shirts. Dit is een geste die ambassadeur Mahinder Singh Kanjal van de Republiek India op vrijdag 9 oktober 2020 heeft gedaan aan het bureau van de First Lady. De donatie is afkomstig van de Indiase organisatie Sewa International en is een bijdrage in Surinames strijd tegen COVID-19. Presidentsvrouw Melissa Santokhi Sinashri toonde zich ingenomen hiermee. Ze zegt dat ze alle hulp in de strijd tegen COVID-19, in welke vorm dan ook, altijd welkom is. De First Lady sprak ook haar dank uit voor de t-shirts, die geschonken zijn in het kader van de 151ste geboortedag van Mahatma Gandhi. Zij memoreren dat Suriname op vrijdag 2 oktober jongstleden ook de geboortedag van deze wereldleider heeft herdacht. Volgens ambassadeur Kanjal Singh heeft de hele wereld te lijden onder de COVID-19-pandemie. En India vormt hierin geen uitzondering. Zijn land spant zich echter in om de internationale gemeenschap in deze moeilijke tijden te ondersteunen met medicamenten en beschermende uitrusting.
De donatie moet dan ook tegen deze achtergrond gezien worden. De Indiaanse diplomaat betitelt de bilaterale relatie tussen Suriname en India als een van de historische en culturele waarden. De donatie vond op 9 oktober 2020 plaats. Het is onwaarschijnlijk dat we binnen korte tijd dit virus als een gepasseerd station kunnen beschouwen. De noodzaak bestaat dus om extra op onszelf en op elkaar te letten. Wij zien hier en daar verslapping van onze awareness omtrent COVID-19. Het komt ons ter oren dat het samenscholingsverbod wordt overschreden. Mensen beginnen te feesten en overtreden het uitgaansverbod. De enorme vooruitgang die we in de afgelopen 2 maanden hebben geboekt, kan dan in 1 klap teniet worden gedaan. We willen dat niet. Let dus op uzelf en op uw naasten. Ten slotte, blijft u gezond eten. Neem voldoende vitamines tot uzelf en blijf bewegen. En met deze woorden van president Santokki zijn wij aan het einde gekomen van Focus. Ik bedank u voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.